Nee sprekers. Het zijn er in ieder geval twee. En dat is de heer Boek van het platform Gehandicapten Zuidoost en mevrouw Herpers van het Oude Latvisa. Mag ik allereerst de heer Boek uitnodigen om toe te treden tot onze kring? En binnen de 3 minuten die daarvoor staat, op dit punt in te spreken. Scenario 3 worden al benoemd in de notitie. Daar hebben we verder niets aan toe te voegen. We zijn het eens met het opstelsel van de notitie dat er aan dit scenario ook nadelen kreeg. Daarvoor bieden wij u de volgende oplossing. Overleg en samenwerking tussen de adviesraad en de bestuurscommissie zou vorm kunnen krijgen in door ons te organiseren periodieke bijeenkomsten. Daarom willen we de WMO-bestuurder en leden van de bestuurscommissie samenbrengen. Met een frequentie van 2 of 3 per jaar kunnen we steeds een vorm kiezen die aansluit bij het actuele thema. Bijvoorbeeld een gezamenlijk debat, een studiedag of werkgroepen. Deze bijeenkomsten zouden steeds mogelijk gemaakt kunnen worden met de projectstructuur. We hebben als platform al bewezen een dergelijke organisatie aan te kunnen met ons debat op 5 september 2012. Maar wat lijkt u om direct contact te maken met de WMO-doelgroepen? Het huidige stelsel vraagt immers dat u de ogen en de oren van de samenleving moet zijn. Wij komen in ieder geval graag bij u langs, gevraagd of ongevraagd, of u kunt ons ook opzoeken. In de oude WMO-adviesraad vroeg u ons om advies op beleidskwesties. Nu de stadsdeel vrijwel geen eigen beleid ontwikkelen, moeten we zo goed mogelijk samenwerken op uitvoeringsniveau. En vanuit die positie, wij als vertegenwoordigers en u als bestuurscommissie, ons gezamenlijk sterk maken naar het stadsbestuur. Al met al, wij kiezen voor scenario 3 en we bieden een oplossing voor het wegvallen van de samenwerkings- en adviesfuncties van de WMO-adviesraad. En wel door zelf bijeenkomsten te organiseren met uw ondersteuning. Dit maakt het systeem minder bureaucratisch en minder ambtelijk. Meer vanuit bewoners met een bredere achterban. En het is nog goedkoper. Tot slot willen wij aan u melden dat het voor ons ondoenlijk was om als vertegenwoordigers van de doelgroep alle gebiedsbijeenkomsten bij te wonen. Desalniettemin moet het werk dat de integrale toegankelijkheid dient doorgaan. Dank voor uw aandacht. Namens het platform Gehandicapten Zuidoost. Prima. Geluidelijk is dat er ruimte is voor vragen bij de commissieleden. Ik vertel je eerst even wie de vragen heeft. Ik zie 2 aan die zijde. Mag ik eerst de heer Itzinga het woord geven, dan mevrouw Boer en dan mevrouw Martin. Ja, dank u voorzitter. Ik heb mevrouw
Sassado, sorry, ik moest naar de rekening op de naam, waar je zegt van hoe zo'n voorkeur gaat naar scenario 3. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig wat het bezwaar is dan als het gaat om scenario 1, daar waar meer gekeken wordt naar de gezamenlijke overleg. Kijk nog even, want u geeft aan dat u dan toch een alternatief wil bieden voor BMO-overleg. Wat voor? Ik ga me af, wat is het bezwaar met scenario 1, daar waar het gaat om meer gezamenlijke afstemming tussen de zelforganisaties. We zitten toch in een samenleving waar we meer en meer zijn van, we zullen het ook gezamenlijk moeten doen. Het is van essentieel belang, van groot belang, dat er een organisatie is zoals het platform Gehandicapten. Die kan ook voor de nodige diepte zorgen als het gaat om de discussie, om de adviezen. Maar ik denk dat het ook goed is dat vanuit verschillende belangen er ook een platform is waar dat met elkaar wordt besproken. Vandaar mijn vraag. Maar daar heb ik ik ga gelijk verder met de volgende vraag, maar kunnen jullie ze vervolgens integraal beantwoorden? Mevrouw de Boer. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het ligt een beetje met verlengde. Die zegt van ja, dat, wij gaan zelf dan dagen organiseren of de onderzoek. Maar dan mis ik nog steeds toch een beetje die. Als ik over platformen denk, dan denk ik van daar zitten vertegenwoordigers in van hè, de oude adviesraad en van allerlei groeperingen die dat platform dan gebruiken om hun krachten te doen. Hè, in hun zelfstandigheid. En dat mis ik een beetje bij het oplossen van een nadeel. Ik kan me heel goed voorstellen, want de portefeuillehouder weet dat ik ook die suggestie gedaan heb van het platform. Maar ik mis die oplossing over het gezamenlijk overleg beneden. Dan, ik kom zo bij u, dan mevrouw Martin en daarna nog Rekers. Ja, dank u wel. Mijn vraag ligt in het verlengde van wat de heer Itzinga vertaald gevraagd heeft. Mijn zorg is dat als we naar scenario 3 gaan, wij gaan niet meer over het beleid. U stelt de vraag. Ja, niet te stellen. Sorry. Wij gaan niet meer over het beleid, dat moet de centrale stad. En als we scenario 3 zouden kiezen, is de zorg dat we een versnipperde stem laten horen. En bij scenario 1 zouden we meer een krachtige gezamenlijke stem kunnen laten horen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe u dat ziet. Tegelijkertijd, de oplossing die u biedt van laten we dan met elkaar af en toe een bijeenkomst hebben waarbij alle stakeholders bij elkaar komen en in gesprek gaan. Kan natuurlijk in alle scenario's plaatsvinden. Dat zou ook heel goed zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. En ik ben ook benieuwd hoe u dat ziet, eventueel in verschillende scenario's. Dan geef ik hier pas antwoord. Ja, bedankt voor uw bijdrage. Ik heb een soortgelijke opmerking op dat uw voorkeur scenario 3 op het eerste oog toch een soort van eilandjesachtige situatie met zich meebrengt. Maar dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn, want als we verschillende adviesraden elkaar wel kunnen vinden op een natuurlijke manier, dan kan ik daar niet op tegen zijn. Dus als u daar in ieder geval even wil zeggen hoe dat ziet, dan zou ik daar wel blij mee zijn. Iets anders is, en dat is net zo belangrijk, ik verwacht juist van de adviesraden dat ze gevraagd en ongevraagd vooral advies geven. En juist geen afwachtende houding hebben, maar proactief durven zetten. En ik weet dat u dat doet. Dat gaat om de toegankelijkheid van de Bonte Kraai. Ik heb dat een paar keer duidelijk gemaakt hoe u daarin zit. Dat doe ik perspectief. Maar dat gebeurt te weinig in mijn ogen. Want als het gaat om die oren- en ogenfunctie, dan moet juist daar die oren- en ogenfunctie van uitkomen. Het moet een luisterend pijl zijn en durven zeggen van. En uw vraag? De vraag is in hoeverre u die uitstraling ook meeneemt naar de overige adviesraden, zodat ze ook kritisch en gewoon ook heel duidelijk zijn als het gaat om hun gevraagde en ongevraagde adviezen. En ik zou dat bijna als een soort van aansporing willen meegeven om dat vooral te doen. En desnoods mijn idee uit te nodigen, zal ik de vraag in te halen. Oké. We hebben vier fracties hebben vragen gesteld. Waarom staat u dan in die functie? Ik weet het woord.
dacht dat ik een antwoord moest geven op die vraag. Oh, ja, Nou, ik ben in elk geval blij dat we in het kader van participatie stappen zetten en dat er in elk geval een notitie is, zodat we ergens over kunnen praten. Dat was een jaar of anderhalf geleden anders, om nog de inspringbeurt te herinneren. En in die overgangsperiode dat zaken heel erg onduidelijk waren, met name voor de mensen die ook zo graag participeren. Ik leg mijn vraag in, de vraag die ik stel. Overigens zou je moeten die vraag stellen. Ik weet dat ik de vraag voor u wil stellen is de participatieraad opstellen. De heer Coutinho die heeft daar ook een en ander over gezegd. Hoe ziet u deze nieuwe innovatieve ontwikkeling in Zuidoost als het gaat om bevordering van de participatie? Oké, dan wil ik nu eigenlijk voorstellen dat mevrouw Sasto of de heer Boog de beantwoording op zich neemt. U krijgt het woord. De reden dat wij voor deze oplossing gaan en niet eigenlijk een formele adviesraad op zouden willen tuigen, is dat we zo minder vastzitten aan structuur. Je krijgt bij zo'n adviesraad, het heeft weliswaar een status, maar het heeft ook in zich om nog te worden en een clubje, een gesloten club te worden. Dat heb je zeker op het moment dat je uitgaat van het verhaal zonder last of ruggespraak. Dat is wat wij specifiek niet willen. We willen vanuit de bewoners, maar met name vanuit de belangengroepen, bij elkaar komen en flexibel zijn. Vandaar dat we nadrukkelijk stellen dat die bijeenkomsten, die periodieke bijeenkomsten, op verschillende manieren vormgegeven zouden kunnen worden. Al naar gelang wat er op dat moment speelt en hoe we dat kunnen doen. Waardoor je ook de mensen meer prikkelt om actiever mee te doen. Niet alleen maar een vergaderclub over ambtelijke stukken. We weten uit het verleden van dit jaar, sinds de bestuurlijke vernieuwing, dat er voor de WMO-adviesraad erg weinig meer te bespreken was. En met de WMO-zaken zal dat zo blijven. Dus er komt weinig meer aan ambtelijke stukken waarover een WMO-adviesraad-achtige overlegclub nog kan adviseren. Dus we moeten dat op een andere manier vormgeven. We kijken ook naar de gebiedsbijeenkomsten met bewoners. Dat lijkt goed te lopen, lijkt steeds beter te lopen. Alleen, wij passen daar niet goed in. Je zou naar 10 verschillende gebiedsbijeenkomsten moeten met hetzelfde algemene verhaal, wat niet zozeer aansluit bij de verhalen waar de bewoners bij komen. Wij, de gebiedsbijeenkomsten, die zijn wij specifiek. Voor algemene bewonerszaken. En wij houden ons bezig met zaken die stadsdeelbreed spelen. En dan heb ik het vooral weer over het platform gehandicapten, maar wel voor specifieke onderwerpen. Dat kan goed naast elkaar, maar niet combineren. Als wij bij gebiedsbijeenkomsten komen, dan komen we daar als bewoner en niet als platform gehandicapten. Dus vandaar dat we zoeken naar een andere vorm van samenwerking. Samenwerking natuurlijk in het veld, als je elkaar tegenkomt, moet je elkaar weten te vinden. Maar daar toch een structuur in zien te maken, zien te bouwen, zodat je meer verplicht bent om iets met elkaar samen te doen. Dat kan inspirerend werken om elkaar in de toekomst beter te vinden. Je blijft ook informatie uitwisselen en je kan daarin ook meer contact zoeken met de bestuurscommissie, die daar wat mij betreft ook gewoon bij komt. Anders dan ambtelijke stukken, we moeten een beetje af van het ambtelijke om de participatie beter vorm te geven. Het moet meer één op één, meer direct, meer praktisch. Ja.
mag het. Mevrouw Zesdam, gaat u mee? Ik wil het even aanvullen. Het is niet zo dat wij de andere organisaties daar niet bij willen betrekken. Dat moet natuurlijk gewoon doorgaan. Maar deze oplossing bieden wij vanuit het perspectief van scenario 3. Waarin lijkt alsof dat wegvalt. En we zitten niet op de schoen nu al over het werk wat daarmee komt kijken. Te beslissen wat de andere organisaties doen, zeg maar, als andere organisaties daar hetzelfde over denken, want ze hebben natuurlijk mooi meegenomen. Oké, daarmee is beantwoording gegeven. Ik zou u willen bedanken. En wil ik plaats maken voor mevrouw Herpers van de Oudere Raad. Ja, ik zie wel naar voren komen. Ook voor mevrouw Riemen, met de mogelijkheid van vragen daarna door de bestuurscommissie.